Uh, morgen tegen Ajax. Denk ik de grootste tegenstander in Nederland. Uh, jij mag weer keepen. Is dit een kans voor jou? Nou, kans uh, wil ik niet zeggen. Maar het is wel een uh, ja, moment dat ik, uh, dat ik gewoon goed bezig ben. Uh, wat ik laat zien op de training. En uh, ja, dat ik nu uh, daarvoor beloond word. Want uh, ja, wat verwacht jij van Ajax dan? Nou ja, ik denk. Het is even afwachten met wat voor, wat voor team ze komen. Alleen uh, ja, Ajax staat er wel bekend omdat ze, dat ze prijzen willen pakken. En, uh, ja, dat ze sowieso wel met een sterk team komen. En uh, ja, de beker niet, uh, als ze maar even een wedstrijdje willen spelen, die willen ze ook uh, ja, echt voor uh, 100% aan, denk ik. Zien jullie de, de beker dan wel als even een wedstrijdje? Nee, zeker niet. Kijk, voor ons, uh, de prijs die we kunnen pakken, die, uh, ja, daar gaan we 100% voor. En ja, daar is de beker een, uh, een fantastisch uh, toernooi voor. En uh, nu met zo'n mooi affiche, ja, is het alleen maar mooi als je, als je morgen een heel mooi resultaat kan halen. Want uh, ja, in 1996 heb je ongetwijfeld de beelden ook van gezien. Uh, Stuntemap weer tegen de wereldkampioen. Uh, is dit morgen ook de bedoeling? En, en ja, schrijf je dan eigenlijk ook opnieuw geschiedenis? Uh, nou ja, dan schrijf je sowieso wel opnieuw geschiedenis, denk ik. En uh, ja, natuurlijk, het, het is een wedstrijd op zich, het is de beker. Er kunnen heel veel dingen gebeuren en, en die zijn ook gebeurd in uh, vroeger en uh, jaren terug. Dus uh, ja, we hebben altijd kansen uh, tegen welke tegenstander dan ook. En, uh, we weten wel dat, uh, dat hun natuurlijk uh, ja, de grotere ploeg is en uh, ja, dat wij een beetje de underdog zijn. Maar uh, ja, met, met een vol stadion uh, kunnen wij hier heel wat, heel wat, uh, heel wat neerzetten. Want is die underdog-positie juist niet lekker voor jullie? Dat denk ik wel. Kijk, uh, bij ons ligt, uh, ligt niet de druk. Wij kunnen vrijheid voetballen. Uh, ja, wat we halen dat is allemaal meegenomen. En uh, ja, hun moeten. En uh, ja, daar willen wij het hun zo, zo lastig mogelijk ook maken. Nu dan donderdag heb je Ajax. Zondag wacht RKC alweer. Is die competitie eigenlijk niet veel belangrijker voor jullie? Um, nou weet ik niet. Kijk, natuurlijk, de competitie is heel belangrijk. Maar uh, ja, een beker is zijn uh, ja, niet zoveel wedstrijden om succes te hebben. En uh, ja, die, uh, die moet je gewoon aangaan. En die is gewoon ook heel belangrijk voor ons. En ja, dat, dat begint morgen. En, uh, maar ook zeker zondag is ook zeker een belangrijke wedstrijd voor ons. Dus samen met de uh, supporters hier een heksenketel neerzetten. Ja, en, en daar moeten we ook zeker in geloven als, als team zijn en als club zijn. En dan, dan kunnen we wat neerzetten. Dus uh, ja, ik heb er heel veel zin in.